komt er vandaan, maar paddenstoelen huisjes staan. Daar woont een volkje vrij en blij. Soms dreigt er gevaar van die tovenaar, want Gargamel vangt Smurfen waar hij kan. Ik haat Smurfen! Ik krijg jullie nog wel! Ik krijg jullie allemaal! Al is het het allerlaatste wat ik doe! Ik krijg jullie nog wel! Eens kijken, wat zal ik aandoen? Oeh, ja, ja, dit is wel aardig. Uit de weg, Azrael, zo komen er kattenharen op een mooie jasje. Ik, Gargamel, word het succes op de tovenaarsbijeenkomst. Vooral als ik bij ze aankom met een echte blauwe levende smurf. Ah, oh, ah. Het is van de tovenaarsraad, zeker mijn uitnodiging. Ja. U bent niet uitgenodigd op de bijeenkomst en we hebben totaal geen belangstelling voor een blauwe smurf. Er bestaat niet zoiets als een smurf. Oh, niet zoiets als een smurf. Niet zoiets als een smurf. Ik zal die tovenaar zijn smurfje laten ruiken. Net wat ik dacht, de laatste fase van de volle maan is vannacht, Azrael. Dan is mijn grote toverboek voor één dag open om zaken te doen. Niet uitgenodigd voor de bijeenkomst, hè? Ik zal ze. Niet alleen breng ik een smurf naar die bijeenkomst. Ik vlieg erheen. Ah, het grote toverboek. Oh, groot toverboek. Geheimen op ieder vel. Luister wat ik zoek. Ontwaak voor Gargamel. Wat denk je wel dat je aan het doen bent, onnozele tovenaar? Oh, grootboek, het is de laatste fase van volle maan. En ik heb recht op één dag van wensen. Besef je wel hoe laat het is? Dag is dag, o hersenloze. Kom 's morgens terug. 's morgens, Marij. Geniet van uw rust, o grootboek. Zonderling boek. Maar ik ben geduldig. Zo dadelijk vlieg ik hoog in de lucht. Wilte, ik wens uw aandacht. Hoe staat het met die kerel Gargamel? Wees gerust, heren. Lehore heeft een boodschap bezorgd. Gargamel zal deze bijeenkomst niet bijwonen. En nu onze eerste lezing. Maar daar de machtige behandelt, de nieuwe vooruitgang in kikkerprinsveranderingen. Goedemorgen, luilak. Tijd om te gaan smurfen. Vroeg naar bed en vroeg er weer uit. Geef me veel tijd voor een taartje met fruit. Oh, eindelijk. Het is ochtend. We zullen maar eens beginnen. Word wakker, zeg ik. Spreek de formule uit, jij botterik. O groot overboek. Met geheimen op ieder vel. Luister naar wat ik zoek. Ontwaak voor Gargamel! Goed dan, waanzinnige sterveling. Zeg wat je verlangt. Ik wil rijden op de grootste vogel ter aarde. Let goed op, ongelukkige. Teken deze vijfhoek op de grond. Steek paddenvetkaarsen aan in het rond. Sta in het midden, tenen naar je neus. Herhaal wat ik zeg, dan krijg je het heus. Lopsis, lapsis, wie ook watsis, rare atvis, 17 flatsis. Lopsis, lapsis, wie ook watsis, rare atvis, 17 flatsis.
Doe nou, doe nou. Ga nou eens vliegen. Vlieg nou, zeg ik. Vlieg. Stop. Gut, wat was dat? Ik weet het niet, Klungel. Iets ervan dik op Gargamel. Stop, zeg ik, stop. Ga terug. Dat waren de smurfen, dwaas. Stop, zeg ik. Hou nou op. Ga terug. Stop. Deze revolutionaire vuurtoverstok is geheel onbreekbaar. Oh, een schitterend stukje werk, Zagot. Schitterend. Maar wat hebben we hier? Ah, dat is die idioot van een Gargamel. Ho, zeg ik, ho! Wat doet hij toch hier? Smeer hem, Gargamel! En neem die denkbeeldige smurven maar gauw met je mee. Ik kom nooit meer terug. Ik kom jullie allemaal nog wel eens een keer tegen. Mij uitlachen, hè? Wacht maar. Als ik ze een zak met smurven laat zien, zal ik het laatst lachen. Deze keer moet het goed gaan. O, groot toverboek met geheimen op ieder vel. Luister naar wat ik zoek. Ontwaak voor Gargamel. Waarom kreeg ik geen vogel die kon vliegen? Daar vroeg je niet om. Zeg me nu, dwaze sterveling, wat je echt wil hebben. Ik wil vliegen. Ik wil zweven als een grote vogel boven het bos. Dan het smurfendorp vinden en op die kleine monsters starten. En dan praat ga ik... Praat wat zachter, graag hysterisch mens. Goed dan, doe wat ik zeg. Teken een cirkel, doe het hier en besprenkel je met sap van een stinkdier. Ajakba! Op je hoofd sta je nu daar, met je armen uit elkaar. En herhaal wat ik nu zeg. Watta, naald en draadje. Watta, naald en draadje. Trappen, duwen, zo, daar gaat ie. Trappen, duwen, zo, daar gaat ie. Nu kan je vliegen als een vogel. Volg eerst mijn eenvoudige aanwijzing op. Hamer nu het wiel op de as en naar je doek aan de vleugel. Je komt er wel. Klaar om te vliegen, Asruil? Ja, die smurfen weten niet wat ze overkomt. Het werkt. Jij pannenbolzak, ik vlieg. Ik kom eraan, smurfen. Nu krijg ik jullie. Ik kom eraan, smurfen. Wat is dat? Oh, het lijkt een grote vogel. Houd je hoofd stil, Klungel. Het klinkt als een zieke vogel. Sta stil. Maar hij lijkt op Gargamel. Stel je niet aan, Gargamel. Ja, Asrael. Ja, ik zie ze. Die kleine blauwe onderkruipselt. Die ongelovige tovenaars krijgen wat te zien. Oh, grote smurf, wat moeten we doen? Er is niet veel tijd, smurfjes. Knutsel, kom op met je katapult. Maar grote smurf, er is geen ammunitie. En zonder ammunitie kunnen we toch niet de katapult smurfen. En als we is ammunitie. Smulsmurf, waar zijn je taarten? Ze komen eraan, grote smurf. Nog wat lager. Lager. Vuur 1. Hou op. Vuur 2. 3. 4. 5. 6. Dat is het verdiende loon voor die Gargamel. Gelukkig heb ik heel wat taart gesmurfd. Kalm aan met de ammunitie. Gargamel kon nog wel eens terugkomen. Oh, Asrael, we zijn over het dorp heen. En dit ellendige rot, ik wil niet omkeren. Ach, die houdt het niet lang meer. En het heelal bestaande uit slechts één planeet, de aarde, met de zon die eromheen cirkelt en een maan gemaakt van blauwe kaas, terwijl... Wat is dat nou? Het is die vogelaar weer. Gargamel de aansteller. Gargamel geeft het nooit op. Wacht maar, wacht. En blijf nou maar weg.
luister wat ik zoek. Achie! Ontwaak voor Gargamel. Achie! Oh, wat nu weer, snuivende zotterik? Ik wil een andere vliegmachine. Niet door mijn voeten aangedreven, maar vlug genoeg om aan vliegende taarten te ontkomen. Doe dan wat ik zeg, domme duikelaar. Luister eens hier, Boek. Ik heb genoeg voor jouw bevelen. Ik eis een veilige manier om te vliegen. Je bent een dwaas. Ik had het goed. De zon verdwijnt in rode gloed. En met de zon gaat ook de dag. Weg is het nu met jouw gezag. Maar wacht toch, dat is niet eerlijk. Ik heb niet waarom ik gevraagd heb. Ik wil een veilige manier om te vliegen. Zo'n goed overmoed ben je ook weer niet. Ik vind zelf wel een manier om te vliegen. Olie van donderkruid, poeder van vuurvliegjes, koolstof en nu nog extract van vuurtak. En nu nog een snufje. Trommels, het kookt over. Oh, wat was dat? Ik weet het niet. Iets ervan leek op Gargamel. Voilà, ik ben klaar met je portret, Klungel. Nou, wat denk je ervan? Oh, goh, ik weet het niet. Iets ervan lijkt op mij. Kijk daar. Het is die idioot Gargamel. Zal je het nooit leren? Au revoir, jij volgelopen tovenaar. De bijeenkomst is voorbij. Maar wacht, wacht. De smurfen bestaan en ik breng er een mee. Ik heb alleen wat meer tijd nodig. Alsjeblieft. Volgend jaar meer geluk, Gargamel. We horen nog wel van je, Gargamel. En als het je niet lukt, gewoon blijven doorvliegen. Wacht maar tot volgend jaar. Wachten jullie maar. Ik krijg jullie nog wel.